Er zijn zoveel mensen. Wie heeft er geen belang bij de welvaartsstaat op dit moment? Er wordt zoveel geld rond gepompt. Ja. Wij willen heel veel, maar we hebben het er niet voor over om het te bereiken. Nee. Iemand gaat ervoor zorgen. Nee. Dat is de crisis. Het probleem is dus een soort mentale crisis, geen financiële crisis. Dat is de enige echte crisis waar we in zitten. Het is een mentale crisis, absoluut. Waarom denk jij dat er geen enkel overzicht is over de kosten van de energietransitie? Geen enkel. Want die kosten worden verspreid over gemeentes, rijk, particuliere bedrijven. Dat is geen toeval, Lex. Dat is ook alleen maar omdat het toren en toren hoog is, terwijl er niets bereikt wordt. Hier verschillen wij van opvatting. Want er is geen plan te maken voor nu tot 2050. Ja, de Nederlandse economie klimaatneutraal gemaakt wordt. Dat is ingenieursdenken. In het gunstigste geval krijg je een steeds verder wegzakkende Latijnse EU. Maar in minder gunstige scenario's kun je hele nare uitkomsten hebben. Implosie van de EU, chaos in Europa, noem maar op. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast over goud en geld en geopolitiek. Allereerst mijn verzoek aan jullie, like deze video als je hem leuk vindt. En abonneer je op ons kanaal, zodat we nog verder kunnen groeien. Laat ook even in de comments weten wat je van de video vindt straks. En wat voor andere gasten je nog meer wil zien hier. Ik heb vandaag voor de derde keer in deze samenstelling aanwezig twee toppers. Allereerst Lex Hoogduin, oud-directeur bij DNB en de ECB. Emeritus hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen. En ook voorzitter van het Mises Instituut Nederland. En misschien wel de beste econoom van Nederland, als ik Nout Welling mag quoten. Welkom Lex. Dankjewel Paul. Kun je mij ook vooral voor de inleiding. Ja, ik ben benieuwd naar wat je over Kees gaat zeggen allemaal. Nee, dat gaat gewoon een heel kort lijstje zijn. Ja, ik ga hier overheen. Kees, voormalig commentator BNR. Commentator, en inmiddels eigen podcast. Gelijk met Lex verbleek ik hier natuurlijk wel. Nou ja, eigen podcast, dat kan Lex niet zeggen. Ja, van alle markten thuis doe je sinds een jaartje bij BNR. Ik heb 1 keer de co-host mogen spelen, dat was erg leuk. Kijken mensen van alle markten thuis op BNR. Luisteren. Ja, vooral luisteren. Nou heren, welkom. We gaan vandaag met elkaar praten over de maakbare samenleving. En over fundamentele onzekerheid, menselijk handelen, menselijke natuur. Eigenlijk allemaal thema's die ook terugkwamen in de afscheidsrede van Lex bij de Universiteit Groningen. Ook iets waar Kees al jarenlang natuurlijk over nadenkt. Dus we gaan praten, wat is die maakbare samenleving? Is dat überhaupt wenselijk / haalbaar? Of moeten we toch wat meer ruimte geven aan ondernemers en aan de markt en aan de mensen. Laten we beginnen alleen met wat actualiteit. Ook als soort van voorzetje richting het hoofdthema. Ik ben zelf een weekje vakantie geweest. Dus ik heb heel weinig gevolgd van wat er allemaal gebeurd is. Maar vorige week maandag hadden we natuurlijk een crash op de eerste Japanse beurs. Om -11% volgens mij ging de index. En later volgden overige markten. Vervolgens herstelde het ook weer aardig. En per saldo is er niet heel veel gebeurd. Als je kijkt naar de eindstanden eind van de week. Maar Wat gebeurde daar vorige week op de markten en waarom is het belangrijk om dat nu hier te benoemen? Lex, als ik je mee wil beginnen. Ja, wat er precies gebeurde is altijd heel moeilijk te zeggen. Achteraf kun je een heleboel verklaringen geven. Maar wat het allemaal triggerde was het idee dat in Japan men nu toch afscheid aan het nemen is van dat hele, hele ruime monetaire beleid. Dat maakte marktpartijen wel erg zenuwachtig, die met name ook profiteren van juist die lage rente. Hè, de zogenoemde carry trades worden genoemd. Wat is dat precies, een carry trade? Dan leen je in een land waar je goedkoop kunt lenen. En dan zet je het uit in een land waar je hogere rente krijgt. Dus je leent de Japanse yen en je zet het uit in een Amerikaanse staatsobligatie. Ja. Zolang die yen niet apprecieert, is er wel een niet apprecieert, is er niet zoveel aan de hand. Maar dat is één aspect daarvan. Dat nu dreigt. Als de rente in Japan omhoog gaat, dan wordt dat renteverschil wordt kleiner. Dan wordt de kans dat de yen gaat appreciëren, die gaat toenemen. Dus dan, als er dan een paar partijen zenuwachtig worden, dan kan dat zeker ook in de maand augustus, waar de markten ook wel dun zijn en iedereen op vakantie is, om zo maar te zeggen, kan dan enorme koersreacties gaan uitzetten. Dus dat op zichzelf is ook helemaal niet zo gek dat zou gebeuren. En
Wat ik het meest opvallende achteraf vond, want je zei het is hersteld. Maar dat kwam ook mede, en misschien zelfs wel vooral, doordat directeuren van de Bank of Japan, de Japanse centrale bank, heel erg nerveus werden en zeiden, ja, toch wat voorzichtig. We zullen voorzichtig aandoen met renteverhogingen. En dat vind ik eigenlijk de belangrijkste conclusie die je uit die afgelopen week mag trekken. Hoe ontzettend centrale banken, of in dit geval de Bank of Japan, zich laten gijzelen, bang zijn voor marktcorrecties die onvermijdelijk zijn als je dit hele ruime beleid gaat corrigeren. Dus je moet dat eigenlijk zijn gang laten gaan en niet bij de eerste rimpeling gelijk gaan ingrijpen. Het gevolg daarvan is dat Japan in die slechte positie zal blijven en dat het van kwaad tot erger kan gaan. En nu zit het in het boek eigenlijk, toch? Dit is je kent mijn favoriete thema, hè? Paul, dat is moral hazard. En wat hier gebeurt is 100% moral hazard. Hè? Voor er maar iets gebeurt, gaan wij voorkomen dat het misschien gaat gebeuren. En mijn verhaal is ook al een hele lange tijd dat een enorme kloof is ontstaan tussen de economische de economie en de financiële markten. Kijk, nog niet zo heel erg lang geleden waar de financiële markten liepen wat achter of wat voor op economische ontwikkelingen. Dat was ook het verhaal van financiële markten. Probeer te voorspellen wat er gaat gebeuren en hoe kunnen we daarvan profiteren. Nou, dat is volledig voorbij. Die financiële markten zijn gewoon wereld op zichzelf geworden. Met een hele eigen dynamiek. En de economie, daar wordt met een half oog naar gekeken. Maar dat is wel zo. En dat wat Lex terecht zegt, het Stockholm-syndroom. De centrale bankiers laten zich gijzelen de markt. Want die denken alleen maar, als er maar iets misgaat, gaan de consequenties verschrikkelijk zijn. Dat is helemaal de vraag. En dan gaan we nu alvast optreden om die financiële markten maar te vriend te houden. Maar dat is helemaal de taak van de centrale bankiers niet. Financiële markt, allemaal mensen die slim zijn, die denken slimmer te zijn dan de rest, die willen profiteren van dingen die gebeuren. En als je domme dingen doet, dat is heel simpel, dan moet je in principe op de blaren zitten en niet gered worden met nog weer een maatregel. Want dat gaat dan wel door sinds 2008. Maar er zal misschien meer spelen. Ik kan me voorstellen dat die beleidsmakers ook denken, ja, min 11% eraf, dat gaat consumenten ook raken, die aandelenportefeuilles aanhouden, pensioenfondsen. Het is niet enkel financiële markt. Er zit een reële economie achter die daardoor kan leiden, toch? Ja, ik wil nog één meer structurele factor noemen. Een beetje aanhaken bij wat Kees zei. Ik ga verder terug dan 2008. De financiële markten zijn natuurlijk enorm gegroeid. Zeker. De laatste 50 jaar. Het is een enorm waterhoofd geworden ten opzichte van de reële sector. En dat heeft centrale banken en ook andere beleidsmakers. Die gaan zich heel erg richten daarom op die financiële markten. Juist ook omdat ze bang zijn dat als het daar misgaat, dat er fallout zal zijn voor de reële economie. En die is er ook. Maar het is onvermijdelijk als je de dingen wil corrigeren en dat moet gecorrigeerd worden, dat ook consequenties in de reële sector zal hebben. Die durft men maar steeds niet te nemen, waardoor het probleem steeds groter wordt. Maar dat is mijn punt met ook een centrale bank. Kijk, we weten allemaal, de economie is cyclisch. Goede tijden, minder goede tijden, slechte tijden. En wat is nou gebeurd sinds, misschien wel halverwege de jaren 90, wel 30 jaar geleden, als maar een beetje dreigt mis te gaan in de economie, dan gaan we ingrijpen. En dus we gaan niet, laten we zeggen, de economische werk laten doen en dat alle excessen uitgevangen worden, want dat is systemen. Nee, we gaan ingrijpen om te voorkomen dat er maar iets misgaat. Dus allerlei onevenwichtigheden die ontstaan in te goede tijden, die blijven allemaal bestaan en die worden groter omdat we gewoon er niet voor zorgen dat die uit het systeem gewrongen worden. Want dat is niet leuk voor sommige mensen. Bedrijven gaan failliet, mensen worden werkloos. Dat snap ik ook allemaal, is niet leuk, maar het is voor de economie beter dat allerlei dingen die ontspoord zijn, dat die gewoon gecorrigeerd worden. Al 30 jaar lang, overheid en centrale bank alleen maar bezig om, als het maar een beetje misgaat, als we richting de nul gaan, gaan we ingrijpen. Oh god, verhoeden dat het een keer in de min komt. Dat kan gewoon niet meer. Ik denk dat het inderdaad, voor mij is het steeds 50 jaar, ik ga steeds het verdwijnen van het stelsel van Bretton Woods. Daarna is die financiële sector is zo groot geworden. Dat is gecombineerd met overheden die burgers tegen alles en iedereen willen beschermen. De uitbouw van de welvaartsstaat, waardoor je inderdaad bij iedere rimpeling, bij iedere tegenvaller gaat de overheid ingrijpen. Werkloosheid mag er eigenlijk niet zijn, ook niet als het
tijdelijk is voor een aanpassing naar een andere structuur. De inflatie mag er niet zijn. En dat betekent dat overheden niet alleen reageren op de cyclus, maar hem ook juist gecreëerd door voortdurend structureel een te ruim beleid te voeren vanuit de gedachte dat je in staat bent om die economie voortdurend op het hoogste niveau te houden, stabiel te houden. De maakbare samenleving. Daar komen we bij het thema inderdaad. Maar het interessante jij dan zegt, van de afgelopen 50 jaar hebben we eigenlijk de overheid steeds groter laten worden, steeds meer invloed laten krijgen op de economie, om die maakbare samenleving te creëren. Terwijl heel veel mensen juist het tegenovergestelde beweren van we hebben juist een periode van neoliberalisme doorgemaakt. Natuurlijk met Reagan en Thatcher. Maar eigenlijk wat jij zegt, staat er haaks op. Ja, nou kijk, dus dat is voor mij een van de cruciale dingen die ik fascinerend vind, voor een deel ook niet begrijp. Maar het is inderdaad naar mijn idee een foute diagnose die heel breed gesteld wordt, ook in Nederland. Eigenlijk door alle politieke partijen, door heel veel academici. Dat alle problemen waar we mee te maken hebben, zijn het gevolg van doorgeschoten marktwerk. Terwijl als je naar Nederland kijkt, allerlei cijfers te geven, maar vanaf deze eeuw zie je dat de overheidsuitgaven voortdurend, zij het met horten en stoten, groeien als percentage. En maar marktwerking, waar? Kijk, mijn punt is, dat zou goed zijn, maar wat er nu gebeurt, als er maar iets misgaat in een markt, dan gaan we ingrijpen. Ja. Dus we praten over marktwerking, maar de realiteit is dat er gewoon op extreem veel plaatsen geen enkele marktwerking is. Er is alleen marktwerking zolang het goed gaat. En als het misgaat, gaan we ingrijpen. Dan gaan we proberen de consequenties te beperken. Ja, dat is geen marktwerking. De essentie van de markt is echt wel, daar zijn we het wel over eens, als het misgaat, dan heb je pech gehad. Ja. Dat moral hazard komt overal weer terug. En dat zit er zo diep in op allerlei plaatsen. Ja, dat je gered gaat worden als je iets raars doet. Dat is niet zo. Wij zijn het daar heel met elkaar over eens. Maar daar zijn we echt een grote minderheid. Van kleine minderheid. Het beschouwende publiek. Hè? De gedachte is, wat ik net zei. Heel veel wat er misgaat is het gevolg van doorgeschoten marktwerking. Neoliberalisme, wat dat ook maar mogen zijn, kun je een uitzending mee vullen. Dat zullen we niet doen. Maar mijn diagnose is dat Nederland is eigenlijk traditioneel is een corporatistische welvaartsstaat. En dat is sinds de jaren 70 heeft dat extra impulsen gekregen. En daar hebben we een kleine periode gehad wereldwijd in Nederland. Zeg maar, kun je zeggen, de periode Bolkestein en dat er in de economische zaken marktwerking, deregulering was. Maar dat is een klein liberaal toefje, zeg maar. Op onderliggend zijn we een corporatistische welvaartsstaat, waarbij er een sterke verknoping is tussen met name het grotere bedrijfsleden, allerlei actiegroepen en de overheid. En dat werkt steeds meer beide kanten op. Die bedrijven probeert de overheid te binden en de overheid laat die dingen, de bedrijven allerlei dingen doen, zorgplicht voor banken die anti-witwasbeleid moeten uitvoeren. Kijk wat er gebeurt rond klimaatbeleid, gezondheidszorg, noem het allemaal maar. En dat model gaat vastlopen of begint vastlopen? Dat model is aan het vastlopen, mijn zin. Dat is aan het vastlopen, omdat we gewoon nooit accepteren wat de consequenties van beleid zijn. Ja, wel als positief is, maar als dan iets mis is, dan willen we een nieuw beleid om dat te compenseren. Er is een enorme weerstand tegen slecht nieuws of tegen tegenvallers. Dan moet er wat gebeuren. En dat is ook een hele belangrijke reden waarom die overheid steeds groter wordt. Want iedere keer als er maar iets misgaat, hoe gaan wij geholpen worden? Wie gaat daarvoor zorgen? Nou ja, dat kijken we de overheid natuurlijk in welke vorm dan ook. Hè. Dus dat zit door die hele samenleving heen. Het mag niet meer misgaan. Iets. En als het er wel een beetje misgaat, dan gaat er iemand voor ons ingrijpen. Dat is natuurlijk ook een politieke ontwikkeling geweest de afgelopen 30, 40 jaar. Dat we gewoon niet meer tegen tegenslag kunnen. Dat alles gecompenseerd moet worden. Dat is een heel groot en belangrijke rol in het hele proces geweest. Tegenvallen mag niet meer. Compensatie moet in elke denkbare vorm. Nou, wie gaat ervoor zorgen? Dat is dus en dat achterliggende idee is dus ook dat kan. Dat de overheid dat kan. En dat de overheid dat moet. Ja, dat is eigenlijk de heersende gedachte. Het moet en ze kunnen het.
Ja, ja, dus dat zijn, en beide gedachten zijn fundamenteel fout wat jou betreft. Ja. Kijk, ik kijk er vooral, probeerde vooral naar te kijken door de economenbril. Dus wat er moet, daar gaat eigenlijk de economische wetenschap niet over. Maar wel wat er kan. Hè? Om een ander voorbeeldje te noemen. Wie kan er nou tegen zijn? Betaalbare woningen voor iedereen. Ja. Betaalbare huren voor iedereen. Ja, dat is toch een prachtig doel. Daar ben ik niet tegen. Nee. Maar als ik dan zie wel of wat voor middelen daarvoor worden ingezet. Ja, dan krijgen we de huurregulering, de quotering. Ja. Hè, van het afgelopen kabinet. En het huidige kabinet gaat daarmee door. En het is stevig gesteund door de hele politiek. Dus het is niet alleen Hugo de Jonge die er wel het gezicht van is. Maar het is de hele politiek. Nou, wij weten... dat is erg standaard economie, dat prijsregulering werkt contraproductief. Daarmee haal je gewoon het doel niet wat je nastreeft. En toch gebeurt het. Dus het belangrijkste is dat het niet kan. Hè? Ja, we willen het wel. Het woord nee, even mijn standaard opmerking eigenlijk al. Het belangrijkste woord in Nederland zou moeten zijn nee. Maar dat durven we gewoon niet meer te gebruiken. Ik wil iets en dan zegt iemand, Paul moet tegen mij zeggen, nee Kees, gaan we niet doen. Maar ik merk het zelf heel erg. Als we gewoon daar gewoon zeggen, nou, we geven niet iedereen zijn zin. Tenminste, aan het publiek. Maar we gaan gewoon zeggen, kan niet. Of te moeilijk of te ingewikkeld. Stuff it, suck it. Weet je, dat wordt gewoon nooit meer gezegd. We willen iets. En dan gaat alle mensen gaan zeggen, daar gaan wij voor zorgen. In plaats van ze zeggen van, nou jongens. Ja. Ik merk het in de opvoeding van mijn 5-jarige zoon. Het is altijd de makkelijkste manier om gewoon ja te zeggen en hem iets te geven. Dan heb je geen gezeik. Nee zeggen is altijd, betekent vaak gedoe. Ja. Maar uiteindelijk, op termijn, wordt hij daar sterker en beter van. En dat is gewoon het jezelf leren nee te zeggen tegen je zoon, tegen het volk, tegen mensen. Dat is uiteindelijk, op termijn, geeft dat kracht en geeft dat weerbaarheid. En gaan mensen accepteren dat niet alles mogelijk is. Dat niet alles interessant is. Dus niet overal nee te zeggen. Ja, uiteraard. Maar als het duidelijk wordt dat wat jij wil, dat het wel heel groot, heel ingrijpend en heel moeilijk is. En dan moet je gewoon zeggen, jongens. Ten dele maar, niet alles, een klein stukje misschien, maar tot hier en niet verder. Maar het nee zeggen, dat is gewoon totaal verdwenen in Nederland. Nou hebben wij in Nederland wel een traditie dat als het echt vastloopt, dan heb ik het vooral over de begroting en dat aspect, dan wordt er toch wel uiteindelijk wel ingegrepen. Ik weet niet of dat dit keer ook zo zal zijn, maar ik vind de huidige situatie, doet mij heel erg denken aan 1980. Dat is al eventjes geleden. Kort van Wassenaar. Nou, moet ik even nadenken hoor. Toen zaten we in de nasleep van de jaren 70. Ja, definitie. In de jaren 70 zijn de overheidsuitgaven heel sterk opgevoerd. Maar dat is aanvankelijk gepaard gegaan met ook hogere belastingdruk. Dat heeft winstgevendheid van het bedrijfsleven uitgehold. En toen liep het echt vast begin jaren 80. Toen werd de eerste reactie was wel door te gaan met hogere uitgaven. Maar niet de belastingen te verhogen. Dus toen liep het tekort uit de hand. In begin jaren 80. Toen kwam het kabinet uit mijn hoofd van 8 Wiegel. En toen dreigde dat tekort echt. Toen vond men het toch echt wel zorgelijk worden. En toen heeft men afgesproken een noodremprocedure. Als het tekort boven, ik geloof dat het 6% was, komt. Dan moet er ingegrepen worden. En toen was de minister van Financiën, was Frans Andries van het CDA toen de tijd. En die was strikt. Het tekort liep inderdaad te hoog op. Toen zei Frans Andries, ingrijpen. Laten we ingrijpen. En aanvankelijk zei hij, nou kom maar met plannen, zeiden ze tegen hem. En toen kwam hij met plannen, bezuinigingen. En toen zei de VVD, die zei, dat gaan we niet doen. En toen zei Frans, nou dan ben ik vertrokken. Dus die zei echt, nee. Maar toen stapte niet het hele kabinet op. Toen ging in eerste instantie, zei men, nou ja, toedeloe Frans. En toen werd Fons van der Stee, die wat rekkelijker was, die werd van minister van Landbouw, werd die minister van Financiën. En die liet het verder uit de hand lopen. En toen kwam daarna, toen was het echt uit de hand gelopen. En toen kregen we de kabinetten Lubbers met Onno Ruding. En die gingen wel degelijk ingrijpen. En dan lijkt dus de huidige situatie. Ilko Heijnen zegt ook nu nee tegen allerlei voorstellen. Maar dat was de 12.75 staatsleningen. Ik ben Ja, dat is anders. De staatslening was 12.75. En wat mij fascinerend is. We doen nou net als de rente 2 is dat de wereld instort. Ja. De rente was in 1,82. Was die 12.75 de staatsleningen. Ze hadden ook een economie. Was misschien niet leuk, maar we hadden gewoon een economie. Dus nou roep vast de rente, maar een kwartje omhoog gaat. Dat moeten we niet willen met elkaar. Wandproblemen. Nee. 12.75 jongens, dat is hier gewoon. Maar we hebben dus wel een traditie blijkbaar van het uiteindelijk op tijd ingrijpen. We hebben een traditie van
Zeker in verhouding tot de rest van de wereld. Van degelijk begrotingsbeleid. De structurele normering eind jaren 50. Dat is door Zijlstra nog in gang gezet. Maar die vergelijking met de jaren 80 is zo interessant. Omdat er nu heeft men een begroting opgesteld. Of een hoofdlijnenakkoord voor het nieuwe kabinet. Waarbij gezegd wordt, nou, het tekort mag niet hoger worden dan 2,8%. Nou, we weten nu al dat er zijn allerlei tegenvallers. Dus het is heel goed mogelijk dat als je nu niks doet, dat het boven de 3 gaat komen. Dus de vraag inderdaad is, wordt Eelco Heijnen, wordt hij de nieuwe Frans Andries? Ja. Gaat het kabinet als geheel echt maatregelen nemen? Nee, of blijft Eelco Heijnen gewoon zitten en laat hij het... En wat denk je? Maar Lex, jij weet ook wel dat op zich tekorten, als jij dat geld investeert in een verbetering van de economie, een verbetering van de infrastructuur, een verbetering van het onderwijs, in dat soort dingen, dan verdient die tekort zichzelf wel terug. Als je gewoon gaat uitgeven, dat is een ander verhaal. Dus wat doe jij met die... Waar is dat tekort voor bestemd? Is dat verbetering van de economie of van de infrastructuur, van de Nederlandse infrastructuur in zijn totaliteit? Of is het gewoon, hebben allerlei mensen gewoon geld nodig om te kunnen blijven leven? Dat is een beetje te luchtig, Kees, denk ik. Gegeven de huidige situatie. Kijk, je zou gelijk hebben als we overal ruimte hadden en geen arbeidstekorten. Maar we hebben overal tekorten in de economie. Dus iedere euro die we nog eens een keer extra besteden, vergroot alleen maar die arbeidstekorten. Ja. En leidt of tot hogere inflatie, permanent hogere inflatie, en of tot onderuitputting. We krijgen het geld gewoon niet uitgegeven. En dat is dan valt het tekort wel mee. Maar een tekort is natuurlijk geen doel op zich. Dat betekent gewoon dat je het beleid dat je wilt voeren niet Over die arbeidsmarkt. Ik heb toen als met Robert in de discussie gehad. Wat denk jij dat de gemiddelde werkweek in Nederland is? Gemiddeld, voor alle Nederlanders. Die is relatief kort, dat weten we. 32,3. Ja, maar dan krijgen we hetzelfde verhaal. Maar nee, als we gewoon met z'n allen, wij spreken, een half dag meer werken, dan zijn alle problemen ver opgelost. Macro-economisch is dat natuurlijk. Hè? Ja, maar je moet dus nou accepteren gewoon dat iedereen lekker 32,3, en dan gaan we de wereld omheen bouwen, hè, dat we daarmee kunnen leven. Terwijl je ook kan zeggen, misschien moeten we allemaal gewoon een halve dag, hè, 4 uur, hè, dat is macro-economisch, dat heel veel banen. Ja, hoor je niemand over. Mijn stelling is dat wij al die transities die we willen doen, al die structurele aanpassingen die we willen doen, inclusief herstel van de huizenmarkt, daar komt allemaal helemaal niets van terecht als we niet ons begrotingstekort fors terugbrengen en daarmee ruimte maken in de economie. Want jij vroeg, wat gaat er gebeuren, denk je? Nou, wat ik denk dat gaat gebeuren is dat men misschien wat cosmetische maatregelen neemt die het tekort op papier misschien onder de 2,8% houden. Dan zal volgend jaar, als men dat onvoldoende echt bezuiniging heeft, het zal blijken dat we over de 3% gaan. En dan hebben we, en dat is anders dan in de jaren 80, dan hebben we met de Europese Commissie te maken. Want wij voldoen op dit moment al niet. Ja, leek. Ik weet wat je gaat zeggen, maar laat mij even. Zeg het zelf. Nee, ik maak het even af. Dan mag jij even volgens mij. Nee, mag jij wat anders zeggen. Maar nu, als wij nu een begroting indienen, die op papier wel ons onder de 3 houdt, waarbij je ziet dat dat eigenlijk niet zal gebeuren. Dan zal de Europese Commissie komt in het kader van nieuwe regels met een uitgavenpad dat fors lager zal liggen dan wat het kabinet in de begroting heeft zitten. Daar zijn al vingeroefeningen gemaakt vorig jaar door de Raad van State. Dat gaat ruwweg om 20, 30 miljard waar we te hoog zitten. Zolang wij zelf feitelijk aan de 60% voldoen en de 3% voldoen, dus de realisaties nog goed zijn, kan de commissie niks afdwingen. Als wij feitelijk daarboven zitten, dan kunnen ze echt ingaan grijpen. Dus je hebt een jaar lang, onder de 60 zitten we sowieso, je hebt een jaar lang waarbij je de zaak in wezen nog een beetje kunt verrommelen. En ik denk eerlijk gezegd dat staat er gebeurd. Het zou heel slecht zijn. En Kees gaat nu zeggen, ja, dat die commissie gaat natuurlijk niet ingrijpen, gaat Kees zeggen. Kees. Of iemand anders. Dat zou ik dat punt zeggen. Frankrijk zit nu op een strafbankje bij de commissie. Maar Frankrijk heeft al die jaren de grote tekorten en wordt nooit aangepakt. Dus waarom zou het heel gek zijn als Nederland wordt aangepakt? Met elkaar afgesproken. Hè, waarom werd Frankrijk niet aangepakt? Waarom werd Italië niet aangepakt? Want die regels, dat is het verhaal. Hè? Ik ben het er niet mee eens, maar dat die regels, die waren niet realistisch. Nu hebben we realistische regels.
En nu gaan we het echt corrigeren. Als dat niet gebeurt, als het echt niet gebeurt, ja, wat dan? Die kans die is, kans, die is kans zeer groot. Dan is dat in feite, hè, ja, gaan wij door op het pad waar we op zitten. Ja, dat is de beweging naar een, wat ik steeds noem, heb ik hier ook wel genoemd volgens mij, een Latijnse EU, een Latijnse EMU, maar met structureel te hoge inflatie, te lage rente, dat is zwakke wisselkoers. Dat pad is in 2006 al ingeslagen. Hè, toen de regels niet gehandhaafd werden. En Nederland, daar willen we eigenlijk mee beginnen. In Europees verband, als je gewoon kijkt naar de Nederlandse tekorten en ineens uitstaande schuld, is die in Europees verband tamelijk goed. He? Om niet te zeggen, een van de beste. Hoe je het draait of keert. Dus ja, dan zou je zeggen, hoeveel zorgen moet je maken? He? Want de Europese Commissie kan even een landje of 20 waar wij eens eerder moeten ingrijpen om het goed te krijgen dan Nederland. En, wat ik net al zei, in 2005, 2006 en Duitsland en Frankrijk, dat weet je ook nog in jouw tijd, die waren de eerste grote landen die zich niet aan de afspraken hielden en zijn daar altijd mee weggekomen. En dat was ook voor de zwakkere broeders, de Zuid-Europese landen regelen. Als de grote jongens niet worden aangepakt, kunnen wij ook onze gang gaan. En toen is als het ware de rot erin gekropen. Ja. Nee, maar helemaal mee eens. Maar dat betekent dat als dit nu niet gecorrigeerd wordt, de kans is redelijk, is dat we op die weg gaan naar die Latijnse EMU, dat de EU echt economisch gezien een reus op lege voeten wordt, die ook nog allerlei geopolitieke ambities heeft. Zeer kwetsbaar en niet in het belang van de welvaart van de Europese burgers. Ook niet van de Nederlandse burger natuurlijk. En ook niet in het belang van onze veiligheid. Nee, maar waarom denk je dat de Europese Commissie dan nu in één keer ruggengraat krijgt en gaat zeggen, we gaan er daadwerkelijk wat aan doen? In Frankrijk? Of, het maakt niet uit in zijn totaliteit. Van 2006 tot nu hebben ze het niet gedaan. Ja, maar ze onder steeds grotere druk staan vanuit lidstaten en met name vanuit het electoraat. Die zeggen, jongens, dit, kijk naar Nederland. Kijk, het grote gevaar is dat vanuit de commissie bezien, is dat als het niet gebeurt. Hè, en de landen als Nederland en Duitsland houden ze wel aan de regels. Dat de bevolking in die landen, en dan zie je natuurlijk al, zeggen, wat is dit? Wij doen niet meer mee. En kijk, ik denk dat op dit moment in alle landen, er zijn ontwikkelingen, laat ik het zo zeggen, die ertoe gaan leiden dat we niet alleen in de richting van de Latijnse EMU gaan, maar dat er ook de vlucht gezocht zal worden in het steeds meer grote uitgaven, met name voor klimaatbeleid, misschien defensie, digitalisering, te laten lopen via fondsen uit de EU. En waarbij dan waarbij er geleend wordt via uitschriften van eurobonds. En waarbij, en dat is nodig om ook Nederland, om ook bijvoorbeeld Italië daarvoor aan boord te krijgen. Gezegd wordt, wij lenen het, maar jullie mogen het eigen inzicht besteden. En op die manier houden die schuldquotas van de lidstaten enigszins gewoon onder controle. Of budget financieren. Gewoon off balance of budget. Want eigenlijk zou je dan natuurlijk. Maar dat is voor iedereen het makkelijkst. Een deel van die gemeenschappelijke schuld moeten optellen bij je schuldquota per land. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt nu ook niet. Nee. En er is nog steeds dat van dat corona-herstelfonds. Ja. Tussen de corona-herstelfonds. Tussen de dubbele aanhalingstekens, zou ik bijna zeggen. Daar wordt. daar is nog steeds niet duidelijk van hoe de rente en aflossing gefinancieerd gaan worden. Het staat nergens. Zijn er weer trucjes om uiteindelijk het volk voor de gek te houden? Nee, maar dat is mijn punt. Hè. Creativiteit. Er moet iets gebeuren wat pijnlijk is. Dat vinden we allemaal. Maar de creativiteit om daar omheen te draaien, om omheen te werken, die is natuurlijk oneindig. Er ging maar een hele in wezen weer hetzelfde voor als wat we net over hadden. Eigenlijk moeten er maatregelen genomen worden. Maar we vluchten naar voren met iets nieuws, iets creatiefs, waarmee we weer uitstellen wat al lang had moeten gebeuren. En dat is de rode draad al heel erg lang. Het iets moet, daar hebben we geen zin in. Want dan moeten we tegen mensen nee gaan zeggen. Dan krijgen ze niet wat ze willen. Dan gaan we iets bedenken waarmee we dat vooruit kunnen schuiven. Of dat nou gratis geld is, maakt niet uit. Weet je. Maar je moet je bedenken. Je zei ergens in jouw opmerkingen zo net van iedereen wil dat. Iedereen vindt dat het moet, maar dat is niet zo. Kijk, ik denk dat er een hele sterke coalitie te bouwen is voor het soort constructies wat ik net gaf. Heel veel overheden zitten klem. Ook de Nederlandse overheid. Ik denk dat als je het
vraagt, zouden ze eigenlijk heel graag hebben dat we, nou, stel dat die al dat klimaatbeleid, dat dat allemaal naar Europees niveau kan worden getrokken. Ja. Dat geeft een enorme vraag. Of defensie bijvoorbeeld. Of defensie, of allebei. Ja. Of mooier. Nou, dat is de ene groep die daar heel sterk voor. De tweede groep die daar heel sterk voor is, zijn bijvoorbeeld mensen die hoge prioriteit, laat ik het zomaar even noemen, aan klimaatuitgaven willen toekennen. GroenLinks, Partij van de Arbeid in Nederland, die wil niets liever dan dat daar grote fondsen worden gecreëerd. En dan de derde grote groep die er voor is, dat zijn, is het grote bedrijfsleven die het prachtig vinden. Als er industriepolitiek vanuit Europa wordt gevoerd, waarbij zij vooraan staan voor de, voor de subsidies. Dat is de derde groep. Nou, als de defensie ook meegaat, de hele defensieindustrie, En defensie zelf, die vinden dat ook. Dit zijn hele sterke krachten om het deze kant op te sturen. En dat zijn natuurlijk partijen met een hele sterke lobby die dit ook waarschijnlijk mogen gaan maken. Want de mensen die hier niet op zitten te wachten feitelijk, of die hier het meest last van gaan ondervinden, MKB'ers, normale consumenten, die hebben te weinig door wat er gebeurt. Die hebben, die zijn niet voldoende gegroepeerd om hier een vuist tegen te maken. Dus uiteindelijk die worden dan weer programma na programma de dupe van dit soort maatregelen. Ja, de enige lastige is, denk ik, als je er even vanuit Brussel naar kijkt, is hoe krijg je met name Italië en dat soort landen aan boord. Hè? Als je die... Kun je omkopen. Kijk, er is een evaluatie gemaakt van het corona herstelfonds. Ja. En vanuit Brussel. En guess what? Het heeft voortreffelijk gefunctioneerd. Er is er maar één probleem mee. En dat is dat er te veel bureaucratie is vanuit Brussel rond de bestedingen. Dus de oplossing, die wordt er soms ook al bepleit. Dus landen vrij laten. Het giftedeel naar 100% te brengen. En dan gewoon conform de quota te verdelen, zodat Nederland ook niet piept. Maar je leent gewoon en je verdeelt het via de quota. Het is eigenlijk gewoon pure off-bed budgetfinanciering waar we heen gaan. Als dit waar is, hè, misschien ben ik te pessimistisch, maar die krachten zijn zo sterk. Nee, maar goed, dat proces gaat alleen maar door natuurlijk. In Europa, dat weet je zelf ook, Lex. Iedere keer als ergens een beetje tegen zit, gaan we wat anders doen. Nou, dat we toch weer kunnen laten zien dat we vooruit gaan. Ik heb een scriptie geschreven over Europa en afstuderen. Dat is gewoon een rode draad. Al beginnen met iets, het loopt vast, dan gaan we iets nieuws doen. Dat we vooruit gaan kunnen tonen. Meer landen, andere landen. Loopt hij vast? Ja. Iets bedenken. Dat het hele proces is. Al moet altijd iets kunnen laten zien. Dat we vooruit gaan. In welke vorm dan ook. Dat is hier gewoon. Dit is al een jaartje of 60 gehad. Ja. Dat zo. Ja. Eerst wat kleiner. En nou wordt het blijkbaar alleen maar groter. Ja, er wordt natuurlijk fundamenteel niks opgelost. Ja, nee, dat is waar. Kijk, en er zijn. Op papier zijn er twee alternatieven, denk ik. Eén is het. Ordelijk ontbinden, nou dat is absoluut niet aan de orde. En het tweede is terugbewegen naar een echte samenwerking van soevereine staten. Ja, maar als we constateren dat we al 60 jaar die beweging naar voren hebben, dan kan je toch niet realistisch veronderstellen dat je die beweging kan terugdraaien. Dan is een exit of een ordelijke ontbinding uiteindelijk toch de enige realistische oplossing. Ordelijke ontbinding gaat niet gebeuren, denk ik. Daar is absoluut geen steun voor. Er wordt heel erg gedrukt juist door de zittende, noem het maar even de zittende macht, om het uit te breiden. Maar je ziet wel aan de rechterkant. Zie je wel degelijk. Daar is een beweging gaande. Daar was men altijd voor. Nexit noem ik het maar even. Maar voor het eruit stappen van de individuele landen. Je ziet nu dat men Europa van binnenuit wil veranderen. En daar worden de zittende partijen best zenuwachtig van. Kijk, als je ziet wat Orbán heeft dan een clubje nu geformeerd. Ja, de wat je verder ook maar van Orbán vindt. Maar wel een hele duidelijke visie over waar hij met de EU naartoe wil. En dat is, hij is wat dat betreft, als je kijkt wat er bewegingen op rechts gaande is in Europa, staat hij lang niet zo geïsoleerd als soms gesuggereerd. Maar het punt is natuurlijk altijd, iedereen zit gewoon te kijken, als iets verandert, wat gaat het mij kosten? Dus de verliesaversie is natuurlijk torenhoog. Je kunt wel zeggen, we gaan het minder doen,
Nou, wat moet ik of wat moeten wij dan inleveren? En daar zijn we natuurlijk allemaal tegen. Want verlies nemen, omdat er een andere positie ontstaat, dat is gewoon ondenkbaar. Dus het naar voren vluchten en proberen tijd voor te zijn, dat is veel groter. Dat proces is veel groter dan terugdraaien en tegen een aantal mensen zeggen, jongens, jullie krijgen niet meer wat jullie kregen. Die verliesaversie, dat is een hele belangrijke motivatie om dingen te houden zoals ze zijn. Want als je zegt, wat moet anders? Dat betekent gewoon inleven voor sommige partijen. Dat is een korte termijn verliesaversie. Want mensen die op lange termijn kunnen mensen winnen door op korte termijn te verliezen. Ja, maar mensen willen die korte termijn pijn niet pakken. Precies, maar dat is ook de reden waarom altijd weer nieuwe maatregelen komen. Want je weet allemaal dat op lange termijn is het beter om het niet te doen. Ja. Maar die verliesaversie, dat is een hele belangrijke motivatie om ergens door te gaan. Ja. Maar laten we even teruggaan naar ook de link met het thema maakbaarheid. We hebben Nederland toegepast, maar dat geldt ook voor de EU. Er is een enorme ambitie op allerlei terreinen. Ook daar mag niks tegen vallen. Tegelijkertijd willen we onze defensie versterken. We willen klimaatbeleid voeren. We willen de natuur herstellen. Ja. We willen een digitale economie opzetten. Noem maar op. En het is heel moeilijk om uit te leggen dat te combineren is met zaken waar de burger op kortere termijn beter van wordt. Dus wat je nu ziet, dat Van der Leyen heeft in haar nieuwe programma nu ook gezegd, nu moeten EU moet zich ook gaan bemoeien met de woningmarkt. Om te laten zien dat ze iets voor de burger betekenen. Ja. Dat gaat allemaal niet vliegen. Want het is allemaal in strijd met de gedachte dat je juist subsidiariteit... Het gaat allemaal niet vliegen, omdat er dan partijen zitten kijken. Wat betekent dat voor mij? Het is niet goed, ik ben er gewoon tegen. Ja. Dus dat plan is er wel, maar er zijn heel veel gevestigde belangen. Die denken, dit is gewoon niet goed voor ons of voor mij. En dat een hele grote rem op. Ik zeg het ook omdat in reactie op Paul zo op zich terechte opmerking, maar dat gaat al 60 jaar zo. Ik denk dat we in een fase zijn beland door allerlei ontwikkelingen. Ik zei net voor de Nederlandse welvaartsstaat, die is aan het vastlopen. Maar dit EU-groeimodel is aan het vastlopen naar mijn idee. En we kunnen dat gewoon door laten lopen. En dan in het gunstigste geval krijg je zijn wij een steeds verder wegzakkende Latijnse EU. Ja, maar in minder gunstige scenario's kun je hele nare uitkomsten. Implosie van de EU, chaos in Europa, noem maar op. We hebben één troostlex. Op allerlei andere plaatsen in de wereld gaat het niet beter. Dus je kunt wel zeggen, wij doen het niet goed. Maar relatief doen we het beter op andere plaatsen. Dus dat is ook een belangrijk besef. Hè. Het is bij ons een min. Als ergens anders de problemen groter zijn, doen wij het eigenlijk beter in internationaal verband. Vraag me af. Dat is ook wel een punt met discussies die vaak hebben. Mensen hebben het over een reset. Reset. Wat betekent dat dan? Ik weet niet of we het echt beter doen. Wat ik constateer is dat in welk gebied van de wereld gaat het beter? Nou ja, zelfs voornemen. Mijn vrouw was recent in Shenzhen voor werk in China. En ze kwam terug. Natuurlijk, je kunt een hoop aanmerken op China. Maar als ze zei hoe schoon en modern die stad was qua infrastructuur, criminaliteit. Het was helemaal in die zin. Het plaatje was perfect. Dus het was maar een paar dagen. En natuurlijk is het een beperkt beeld wat ze daarvan krijgt. Maar als je dan naar een aantal westerse hoofdsteden gaat, je ziet hoeveel honden op straat liggen. Ja, dat is wel zo. China is een totaliteit, Paul. Een heel ander verhaal. En Amerika is een totaliteit. Latijns-Amerika, Afrika. Kijk, we kijken natuurlijk met een vergrootglas naar onze eigen situatie. En dan zien we allerlei minpunten. Ja. Absoluut. Maar als je gewoon elders in de wereld kijkt, Paul, dan zijn er altijd punten beter dan hier. Maar opgeteld waag ik het nog wel te betwijfelen. Ja, maar ik denk dat het ook te maken heeft met het perspectief. Ja. Dat wij hebben. Hè. Wij heel veel mensen die hebben het idee dat wij dat we aan het stagneren. Dat is ook zo. Maar ook hun kinderen niet beter hebben dan zichzelf. Ja. En als je dan China met alles wat er op aan te merken is bekijkt. En zelfs Rusland. Hè, dan zie je dat daar in ieder geval qua mutatie. We hebben nu China, kijken we nu en zeggen, dat gaat daar niet goed. En dat is ook zo. Maar het groeit nog wel steeds 5% van de hoofd. Dat geloof je toch zelf niet, man? Kom op. Wat zeg je? Dat geloof je toch zelf niet, die 5%? Nee, joh. Echt, no way. Ik weet het niet, maar... Nou, no way. Wat de Chinezen goed doen, Lex. En dan zeggen ze, dan gaan ze de cijfers van vorig jaar gaan ze naar beneden brengen. Die had bij wijze van 200.
wordt nou 2,5, dus 2%. Dan zeggen ze, het was 190. Die Chinese cijfers lijkt dat gewoon. Nee, maar het is ook een feit dat heel veel Chinezen uit de armoede zijn gelift. Er hebben gigantisch veel miljoenen steden gebouwd. Als je in die steden bent, dan zie je heel duidelijk dat er een enorme welvaartssprong geweest is. Ja, dus of die cijfers precies kloppen, weet je niet. Nee. Maar het is een feit dat ze heel hard gegroeid zijn. En dat ze het moeilijk zullen hebben, dat geloof ik ook. Maar wij hebben het ook allemaal veel beter dan 20 jaar geleden. Dus ik... Ik denk dat zo is. Ook uit eigen waarneming om me heen. Veel beter geworden. 40, 50 jaar, we zijn enorm vooruit. Dat geloof ik ook. Maar het gaat hier, en we zijn nog steeds heel erg. Ja, we zijn schatrijk. Maar vooruitkijkend, wat we allemaal willen. En dat we zelf de zaken niet op de schouders willen nemen. En dan kun je zeggen, ja, om ons heen gaat het ook slecht. Maar dat maakt het eerder moeilijker dan beter. Want als het om ons heen wel goed zou gaan, zouden we daar ook nog van mee kunnen. Nee, maar dat is jouw verhaal over die maakbare samenleving. Wij willen heel veel, maar we hebben het er niet voor over om het te bereiken. Nee. Iemand gaat ervoor zorgen. Nee. Dat is ons crisis. Het probleem is dus een soort mentale crisis. Geen financiële crisis. Dat is de enige echte crisis waar we in zitten. Het is een mentale crisis, absoluut. Een mentale crisis. En we hebben een crisis van een verzorgingsstaat. Die ambitie heeft voor alles, voor iedereen te willen betekenen. Die en passant, dat vind ik een heel belangrijk iets. Het middenveld. Tussen Markt en Overheid heeft uitgehold. Als je bijvoorbeeld kijkt op het gebied van gezondheidszorg, noem maar op. Het is allemaal uitgehold omdat een echte solidariteit verdwijnt daarmee. Waarom zou ik solidair met een ander zijn als de overheid dat regelt? Dus de echte solidariteit is verdwenen. Dus het is een mentale crisis. Een mentale crisis, punt 1. En als wij zouden zeggen, we willen niet, je maakt een tijdshorizon die niet 1 jaar is, of 6 maanden, maar gewoon in 5 à 10 jaar. En we accepteren dat gewoon, dan komen we ook een heel stuk verder. Hè? Want meestal is met een beetje tijd en inspanning kom je een heel eind. Alleen niet morgen. Want dan heb je daar al die institutionele belemmeringen aan. Maar ja, dan kom je op het gebied van planning. Ja. En dat zit er ook heel sterk bij natuurlijk vandaag de dag. Combinatie van doelen juridisch vastleggen over een hele lange termijn. Met de gedachte dat als je dat maar doet, dat het dan voor iedereen, inclusief voor bedrijven, maar ook voor burgers, eigenlijk duidelijk is wat er van je verwacht wordt. Dus als je zegt in 2050 willen wij klimaatneutraal zijn. En je, op een of andere manier leg je dat juridisch dwingbaar vast. Dan is de gedachte dat dat voor iedereen voldoende informatie is om te doen wat moet gebeuren, opdat wij ook in 2050 klimaatneutraal zijn. En dat is een totale overschatting van wat je kunt doen. Omdat er nooit gesproken wordt over de consequenties. Kijk, we zijn overal voor, omdat we gewoon nood hoeven na te denken over de consequenties voor alle personen. Als je duidelijk maakt, dit is het plan en dat zijn de consequenties, dan zijn die plannen ook vanavond. Hier verschillen wij van opvatting. Want er is geen plan te maken voor nu tot 2050, waarbij de Nederlandse economie klimaatneutraal gemaakt wordt. Dat is ingenieursdenken. En dat is niet zo schadelijk voor de economie als ingenieurs te veel ruimte. Ja, want dan kunt u jouw afscheidsreden, die fundamentele onzekerheid. Economiedenken is wel beter, Lex, of politiek denken? In het klimaatbeleid zou veel meer aandacht moeten zijn. De economische aspecten van de hele expeditie. Die een ziet als iets. Daar wordt niet door ingenieurs over nagedacht. Dat zijn alfameisjes die denken erover na. Er komt geen ingenieur aan te pas. Lex, als een ingenieur aan te pas komt, zou je onmiddellijk zeggen, it's not gonna happen. No way. Ik lees heel veel ingenieurs en die zitten ook in de klimaatwetenschap. De gedachte hebben, wij weten wat er moet gebeuren voor het klimaat. Dan is het aan de economie om eventjes te vertellen hoe we het precies doen. Die zien het hetzelfde als het bouwen van een brug. En dat is wezenlijk anders. Lex, KNMI kan gewoon 3 dagen vooruit voorspellen wat de temperatuur is. En dan denk jij dat ingenieurs kunnen voorspellen wat in 2050 het klimaat is. Ingenieurs die hebben de potentie dat als gezegd wordt, dit wordt onze energiemix. Ja. Geef ons de parameters en dan gaan wij dat beschrijven en dan kun je in stappen plannen hoe je daar naartoe gaat. Als je even wil nadenken over de kosten, lullig natuurlijk, hè, maar de kosten, de planning kan wel gemaakt worden, maar als er een prijskaartje aan hangt, dan snapt iedereen dat gaat niet gebeuren. En niet een beetje niet, maar gewoon
echt serieus totaal 100% niet. Nou, dat is nog een ander aspect. Niet onbelangrijk. Daarom zei ik eerder, het economische aspect van dat iets niet alleen maar baten heeft, maar mogelijk ook kosten, dat is volkomen verwaarloosd bij in het Parijsakkoord, in de toepassing ervan. Lex, waarom denk jij dat er geen enkel overzicht is over de kosten van de energietransitie? Geen enkel. Want die kosten worden verspreid over gemeentes, rijk, particuliere bedrijven. Dat is geen toeval, Lex. Dat is ook alleen maar omdat het toren en toren hoog is. Stel dat er niets bereikt wordt als dat bekend zou worden wat de kosten ondertussen zijn per jaar, per Nederlander. Dan was het gelijk afgelopen. Gewoon onmiddellijk. Ja, nee, maar dat is een bewuste vorm van geheimhouding. Dus we zitten wat mij betreft aan die economische aspecten die niet voldoende in ogenschouw worden genomen. Alleen al het besef dat het kosten en risico's heeft om je economie, samenleving wereldwijd in 30 jaar compleet te willen verbouwen. Dat mis men. En twee, de gedachte dat je een plan kunt maken. Als je eerst maar even beschrijft wat we voor economie willen zijn in 2050. Zo wordt dat dan gezegd. Ja, 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 ja. En wat voor economie willen we zijn. Wie die we zijn, dat blijft altijd onbenoemd. Maar we gaan met elkaar vaststellen hoe de economie er in 2050 moet uitzien. En dan vervolgens, dan is het of gewoon aan iedereen om zich daarin te voegen, hoe dat wordt voorkomen opengelaten, of er wordt gezegd, dan moeten we wel een gedetailleerd plan ontwerpen. En dat kan helemaal niet. Nee. En dat zal ertoe leiden dat toch te proberen, leidt niet alleen tot ongelukken in je economie, maar leidt ook tot steeds verdergaande interventionistische maatregelen die ook de vrijheid van mensen gaan aantasten, democratie gaan ondermijnen als we niet uitkijken. Ja, want in jouw afscheidsrede geef je aan, centrale planning werkt niet. Maar dan werkt het dus zeker helemaal niet als je die centrale planning nog eens een niveau hoger zet. Dus hoe centraler je gaat, hoe slechter het uitpakt. Ja. Dus als het in Nederland al vastloopt, omdat men te veel verwacht van de Nederlandse overheid, dan gaat dat natuurlijk nog eens extra vastlopen als je dat op Europese schaal of laat staan. Ja. Absoluut. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat er problemen zijn die je op mondiaal niveau wil aanpakken. Ja, of zeg jij van moet je helemaal niks? Nee, maar je moet niet extreem veel ambitie hebben. Je kunt wel dingen aanpakken, maar niet, wij spreken, een groot probleem in een paar jaar. Dat is gewoon te groot. Je kunt wel aan dingen werken en een plan maken. We gaan het verbeteren. Maar jij staat er wat in die zin wat pragmatischer in dan Lex, denk ik. Maar Lex, academisch gezien stel jij, of wetenschappelijk stel jij, van ja, centrale planning werkt niet. Maar op welke schaal moet je dan beslissingen nemen? Nou ja, kijk, één is waar jij al aan refereerde, is dat je de beslissingen die de overheid neemt zo dicht mogelijk bij de burgers moet leggen. Dus geen problemen die op nationaal niveau behandeld kunnen worden naar het Europese niveau tillen. Hè? Dus het voorbeeld dat we daar straks hadden over de woningbouw. Ja. Ik vind het eigenlijk ook voor natuur geldt dat ook toch echt tot op grote hoogte, denk ik. Dat hoef je niet naar Europees niveau te tillen. Ten tweede is het, de overheid moet zich gewoon met veel minder bemoeien. en het niet die suggestie werken dat ze hebben voor alles voor iedereen kan betekenen. En wat je wel kunt doen is waar praktisch significante externe effecten beprijzen. Dat kun je doen. En dan laat je de economie zijn gang zoveel mogelijk gaan. Er zijn sterke voordelen van marktwerking boven overheidsplanning. Ik zou er ook heel veel voor geven als we in Nederland, als er weer een klimaat wordt gecreëerd waarbij er veel meer ruimte is voor het middenveld om dingen te ontwikkelen. En dan niet dat middenveld door de overheid gesubsidieerd moet worden, maar zijn eigen broek ophoudt. Al die banden van de overheid met die actiegroepen enzovoort, dat allemaal zoveel mogelijk schrappen. Ja, maar wij willen ook alles, Lex. Als samenleving. En als we iets willen, gaan we kijken naar iemand die daarvoor gaat zorgen. Want eigen verantwoordelijkheid, daar hebben we in ieder geval zin meer in. Nee, daar hebben we geen zin in. Dus dat proces van, dat wat er ingeslopen is van als we iets willen, kijken we naar Den Haag of kijken naar de provincie. Dan gaan er ook wel voor zorgen. Eigen verantwoordelijkheid en zelf moeite doen en zelf betalen. Ja, daar heb ik allemaal niet veel zin in. Ja. De sfeer is ontstaan dat de overheid ervoor gaat zorgen. Ja. Hoe gaan we daar vanaf komen? Dat is dan vrij cruciaal in jouw verhaal. Hoe gaan we daar vanaf komen? Nee, maar dit is een hele cruciale vraag. Omdat Nederland helemaal die traditie niet heeft. Hè?
Maar we zullen ons moeten aanpassen aan de feitelijke situatie dat we te veel willen. En dat gaat vast. Dat gaat vastlopen. Dan gaan de mensen klagen. En wat gaat er dan gebeuren? Je weet al, we hebben 150 Haagse helden. En als maar iemand klaagt, gaan we wat doen? Dat is grondhouding geworden. Ja, er zit één schakel tussen, Kees. En dat is dat dit werkt alleen maar als er... het is een kwestie van mensen overtuigen. Mentaliteit. Overtuigen dat dit een vastlopende weg is. En dan heb je vervolgens, en dat kan door mensen die analytisch bezig zijn, die in de wetenschap zitten. Sure. Dit staat te gebeuren als wij zo doorgaan. En dan moet je hopen dat er politici opstaan die bal oppakken. Dat bedoel ik. Maar wat je wilt zien in Argentinië. En als dat gebeurt, ja. Kijk, met zo'n Milei, die Argentinië is natuurlijk ook helemaal vast. Ja. En je kunt dan ook op Milei becommentariëren. Maar dat land was dermate vastgelopen dat je wel iemand als Milei nodig hebt om heel veel dingen uit de slop te trekken. En het schrappen van regels in ministeries, et cetera. Dat is uiteindelijk ons voorland als we niet eerder tot zinnen komen. Dat is een van de manieren om het... De feitelijke situatie is dat het is aan het vastlopen. Het is alleen al... We hebben het fantastisch, maar het loopt vast. In Argentinië hebben heel veel mensen het gewoon heel erg slecht. Ja. Dus dan is er een bereidheid om dan dit maar... Maar hier heeft iemand die het hier slecht heeft het eigenlijk gewoon... Ik maak het goed. Ja. Dat loopt vast, dat ben ik met je eens. Maar en dan nu gaan praten over een andere mentaliteit? Nou Lex, nee, maar ik speel het niet via die mentaliteit. Ik probeer zo zuiver mogelijk te analyseren wat er gebeuren staat. Maar dan moet je gaan nadenken. Dat niet in belang is van EU, het punt, burgers en Nederlanders. We zijn nou hier, we moeten hier naartoe. Hoe gaan we hier komen? Wie gaat hier wat doen om dit te bewerkstelligen? Dat is de vraag die voorstaat. Ja, maar dit is weer een centrale plannings. Hier willen we naartoe. Ik weet niet waar we naartoe. Laten mensen zelf bepalen waar ze naartoe gaan. Juist ook als er allerlei onzekerheden zijn. Laten we weer het klimaatbeleid nemen. Welke techniek is nou het beste? Dan is het domste wat je kunt doen, inzetten op een techniek die zich nog niet bewezen heeft, dat over de hele wereld bij wijze van spreken doen. Waterstof heb ik dat te gaan doen. Dus vanuit een centrale visie dat waterstof het beste is, of kernenergie, weet ik wat, doet er niet toe. En het niet over te laten aan alle kennis en krachten die in de samenleving aanwezig zijn. Ja. En mensen zeggen, ik ga voor dus dan moet CO2 prijzen en gaat de markt bepalen wat de beste manier is om... Nee, maar dat is allemaal waar. Maar het belangrijkste is, hoe krijgen we de samenleving zover? Dat is de vraag. Dat ze niet meer denken van, we gaan wat roepen en achterover zitten en dan moet het gebeuren. Hoe krijg je de mensen zover dat ze gaan zeggen... We gaan zelf eens wat bedenken. We gaan wat proberen. We gaan niet naar Den Haag kijken. Dat is die grondhouding. Dat is de bron. Daar heb je één heb je overtuigen van een voldoende groep mensen, inclusief politici. Dat dit niet de weg is die we zouden moeten gaan. Daar moet je dan ook politieke steun voor verwerven. En dan kan er wat in gang gezet worden. Kijk, dan kun je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als je dingen meer terug wil leggen bij het middenveld. Daar initiatief op. Doe je dat contour? Dan zeg je, we gaan nu bepaalde dingen niet meer vanuit het Rijk. Noem eens een voorbeeld dan van het middenveld. Het middenveld, maar bijvoorbeeld één ontwikkeling waar altijd heel erg over wordt geklaagd in de hele voedselbank. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een middenveldinitiatief. Wat is daar tegen als mensen met elkaar... Ja. Dat willen doen. Waarom moet dat van de overheid komen? Zo zijn er allerlei andere... Je hebt allemaal gelijk. Weet je, maar de vraag blijft... Het proces komt op gang en dan gaat er ergens in... Utrecht gaat wat mis. Nou, in Utrecht gaan ze dan onmiddellijk roepen... Oh, er moet wat gebeuren. En wie gaat dan rechte knie houden? Als Utrecht en wijk in Utrecht komt in problemen... Wie gaat dan waar? Gaan dan de mensen die erover gaan? Garanties, Kees. Dus natuurlijk zijn er geen garanties. Zolang wij in een democratie leven. Er zijn zoveel mensen. Wie heeft er geen belang bij de welvaartsstaat op dit moment? Er wordt zoveel geld rondgepompt. En de politiek gaat niet over het algemeen belang. Maar over allerlei deelbelangen. Ja. En als het moeilijk wordt...
Dan zeg maar, nou ja, dan gaan we al die deelbelangen maar accommoderen. En dan krijg je precies het proces waar we in zitten. Dus dat omkeren, dat is helemaal niet eenvoudig. En dat gebeurt zeker niet op korte termijn, dat omdat het veel te goed gaat. Dat is de basis van waar het moet verder gaan. Ja. Ja. Maar goed, als we niks doen, dan wordt die maakbare samenleving uiteindelijk een breekbare samenleving. Wat kun je anders dan als individu? Wat kun je anders dan als individu economisch toevallig dan het analyseren en zeggen, jongens, kijk uit, we gaan deze kant op. In de grondwet van Nederland moet komen te staan, een Kamerlid moet in staat zijn nee te zeggen. Grondwet van 150. Misschien ze moeten oefenen op dat woord. Misschien elke dag. Nee zeggen tegen iemand. Maar dat is de kern van de zaak, Lex. Als dat gebeurt, dan begint dat proces te lopen. Als dat niet gebeurt, hoef je er niet over te beginnen. Maar dan kom je weer bij het gemiddelde Kamerlid. Nee, dat zit er om de belangen te vertegenwoordigen van zijn achterpartij. En niet het algemeen belang, dat is al lang naar de achtergrond. Bovendien, een Kamerlid in een situatie waarin de overheid heel erg groot is, heel erg technocratisch is, heb je als Kamerlid ben je natuurlijk tamelijk machteloos tegenover dat grote monster moet controleren. Dat is Dat is wel het begin. Daar is het begin van het veranderingsproces. Want Het is politiek, maar al gegeven de actuele situatie in Nederland en in Europa, denk ik dat Kamerleden en politici steun moeten hebben van analyses die. Kijk, als ze zegt dat spreekt mij niet aan, oké. Maar dat is misschien niet in jouw rol als voorzitter van het Mies Instituut Nederland. Het Mies Instituut Nederland is natuurlijk een instituut wat de Oostenrijkse school propageert en probeert uit te leggen en te verspreiden. En dat is een economische school die juist uitgaat van de kracht van het individu. Dus hopelijk gaan meer politici dat werk ook lezen van Mises en Hayek om uiteindelijk misschien dat het op een gegeven moment gaat postvatten dat het beter zou zijn op lange termijn voor de samenleving. Op lange termijn. Ja. Maar dat lange termijn besef moet terugkomen. Ja, en nogmaals, in Nederland is dat gewoon heel erg lastig, omdat wij hebben geen klassiek liberale traditie. Zelfs niet in de VVD. Die hebben een meer sociaal, liberaal wordt het genoemd, maar het zit heel dicht gewoon bij sociaal-democratische achtergrond. Dus in Nederland natuurlijk altijd dat poldermodel, dat corporatistische, met elkaar doen. Nou, dat al die dingen zijn nu uitgehold door de ontwikkelingen van de laatste 50 jaar. En we staan inderdaad voor de opgave om te kijken, welke ideeën kunnen ons helpen om hier zo goed mee om te gaan. En dan, inderdaad, mijn opvatting is dat die ideeën van de Oostenrijkse school echt bredere bekendheid verdienen. En daarom probeer ik me ook in te zetten voor dat Mises Instituut. Gaan jullie een congres organiseren voor de Kamerleden? Nou, kijk, wat er op dit moment. Kijk, het is allemaal liefdewerk uit papier en het is heel klein. Dus mijn ambitie is wel om het verder uit te bouwen tot een kennisinstituut. We zijn geen politieke partij. Echt die kennis over de Oostenrijkse school, wel ook het soort gesprekken wat wij nu hebben. Wat vind je dan van klimaatbeleid? Hoe komen we er? Dat is de belangrijkste vraag. We weten wat we willen, basically. Hoe gaan we er komen? Dat vind ik alweer meer politiek. Gewoon eerst met elkaar. Als wij nou die Nederlandse situatie en de situatie in de wereld en Europa analyseren door de Oostenrijkse bril. Wat zijn dan wat zie je dan? Wat concludeer je dan? En hoe je dat dan politiek vertaalt, dat is dan aan politici en burgers als kiezers. Dat is vrij belangrijk. Hè? Ja, maar ik wil niet vermengen. Kijk, we hebben in Nederland hebben we JA21 die voor een deel klassiek liberale ambities hebben. BVNL, we hebben de Libertaire Partij. Ik wil niet een soort partij worden die of de VVD gaan veranderen. Nee, dat is niet mijn ambitie. Dat is ook niet wat ik leuk vind, dat ook niet waar mijn kracht ligt, maar. Ik wil die ideeën verspreiden. En wat mensen daar dan mee doen, dat is aan die mensen. En jij verspreidt je ideeën via de podcast van Andermarkt Thuis natuurlijk, Kees. Wat Kees vindt, weten we. Mijn punt is altijd, weet je wel, hier willen we naartoe. Maar prima, maakt niet uit wat jij wil, maar hoe gaan we daar komen? Dat is altijd mijn punt. Hoe gaan we daar komen dan? Ja. Wie moet wat gaan doen om daar terecht te komen waar jij wil zijn? Ja.
Maar dat, ja, maar dat, dat is Lex's punt. Laat dat pad moeten mensen vooral zelf gaan uitstippelen. En niet te veel pad, een pad kun je niet ontwikkelen. Dat moet je ontdekken. Ja, moet je ontdekken. Dat is weer de Oostenrijkse visie. Ja. Ja, dat moet, daarvoor moet je gebruik maken van de kracht van alle individuen. Ja, die heeft ons nu gebracht in de situatie waar jij verandering in wil maken. In brengen. De kracht van iedereen is dat het stilgevallen is. Vastgelopen is. Dat is onze kracht. Nee, Nederland is geen samenleving waarin het individu, de ondernemer, maximaal de ruimte krijgt. Nee, Nederland is corporatistische geweldwaardig. Als ondernemer kan ik beamen wat Lex zegt. Nee, ik ben het helemaal eens. Ik praat eens met Robert de Boek. Die is ook investeerder in midden- en kleinbedrijven. Dus ik hoor genoeg van die verhalen. Maar dat willen we blijkbaar met z'n allen. Dus hoe gaan we dat met z'n allen niet meer willen? Niet. Nee, ja. Dus daar gaan we al de mist in. Als je ook tegelijkertijd veel waarde hecht aan de democratie. He, dan is één instrument, maar ik herhaal mij, het wordt vervelend misschien voor de kijkers, maar het enige instrument is zoveel mogelijk kiezers overtuigen van dat je ruimte moet geven aan een ondernemer. En dat je mensen ook ruimte moet geven om zelf hun leven in te richten en regie te voeren. Bijvoorbeeld maar die boodschap onderschrijf je toch, Kees? Dat, ja, zeker. Nee. Bijvoorbeeld niet wat nu heel populair is. We gaan vermogens meer belasten. Erfenissen moeten meer belast. Mijn verhaal is altijd wat jij wil. Hoe gaan we er komen? Wat zijn de consequenties van wat jij wil? En hoe gaan we er komen? En dan mag je van mij alles willen. Maar wat zijn de consequenties en hoe gaan we er komen? Prima, laten we het daarbij houden, mannen. Gaan we in herhaling. Daar kunnen we nog jaren mee voor. Maar het was weer erg interessant en nuttig. En Kees, complimenten. Geen vloek dit keer, dus dat zullen de commenters... Kees toch? Ik heb dat kost de moeite voor tijd. Je ziet dat een mens veranderbaar is. Zeker. Mij werd gedreigd met nooit meer gevraagd worden. Nou, dat is niet zo. Dat is een agrante leugen. Altijd welkom. Hey mannen, dank nogmaals voor jullie komst. En aan de kijker, heb je het leuk gevonden? Laat even een like achter en een comment. En deel de video met vrienden en familie. En nog suggesties voor een volgend thema met deze mannen. Of misschien nog een andere setting. Laat het weten en graag tot een volgende keer. Heren, dank. Oké, Paul. Volgende keer.